Het voortbestaan van de speelgoedbank hing aan een zijden draadje. Stichting Propulsor zorgt er nu voor dat de activiteiten kunnen worden voortgezet in de Schuttenstraat, in de Schuttenvaar. Kijk, financiën is natuurlijk een lastig verhaal voor de speelgoedbank. Dat is ook de reden dat zij op het punt stonden om toch gedwongen te moeten sluiten. En wij zijn nu wel heel druk bezig om sponsoren te krijgen, fondsen aan te schrijven, om op die manier een doorstart te kunnen geven. En dat willen we ook bereiken door de speelgoedbank verder uit te breiden naar onder andere ook een sport- en speluitleen en uiteindelijk ook een spelotheek. De speelgoedbank zeg maar voor Almelo is heel erg belangrijk voor de doelgroepen die het niet kunnen betalen. En is toch heel fijn dat ze af en toe een cadeautje uit kunnen zoeken met hun verjaardag of met Sinterklaas, dat ze daar wat voor krijgen. Ja, dus heel erg belangrijk. Hoe belangrijk is spelen voor kinderen? Nou, spelen is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich daarin, leren ook samenspelen, prikkelen hun fantasie als het gaat om spelen. Daarnaast, als je hier ook rondkijkt, zul je zien dat wij niks hebben als het gaat om, zoals wij het al noemen, de digitale wereld. Computerspelletjes, dat soort dingen zijn er niet. Spelen, samenspelen, ontwikkelen. U zit inmiddels op een nieuwe locatie in het Schuttenvaar. Wat was de aanleiding of de reden daarvoor? De aanleiding dat we hier nou in de Schuttenvaar zitten is gewoon omdat ze gewoon eerst in de binnenstad zaten. Alleen wegens de verbouwing moesten we daar weg. En, of het oude bestuur moest daar dan weg. En daarom zijn ze verhuisd hier naar de Schuttenvaart. Daar passen ze heel mooi bij. Elk kind wat hier komt, moet ook verplicht een boek meenemen. Om op die manier dus ook lezen en laaggeletterdheid te proberen om te kijken of we daar op hele kleine schaal toch wat mee kunnen. Dit is op zich wel een leuke locatie. We zitten lekker bij de grote straat in de buurt. Een zijstraatje ervan. En ja, als je straks naar buiten kijkt, dan zie je af en toe wel heel veel mensen voorbij lopen. Dus ik denk wel dat dat een unieke locatie zal zijn, dit. Dan het verbreden van de basis, dat wil zeggen meer deelnemers aan de speelgoedkast. Dat is een ander verhaal, denk ik. Ja, kijk, breder aan de basis. Aan de ene kant veel meer deelnemers aan de speelgoedkast. Want wij geloven er echt in dat er veel meer gezinnen in een financieel lastige positie zitten en hier speelgoed zouden moeten kunnen ophalen. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant hebben we gezegd van we hebben hier zoveel staan. Waarom maak je er ook niet een stukje uitleen van? Net als een bibliotheek, gewoon uitlenen. Daarin kun je met een pasjesysteem gaan werken. Mensen die wel inkomen hebben en het wel kunnen betalen, kunnen jaarlijks een bedrag betalen. Mensen die dat niet hebben, krijgen ook een pasje. Het zijn allemaal dezelfde pasjes. Niemand ziet dat aan de buitenkant. Dus we hopen dan wat meer te genereren. En het op die manier ook uit te breiden met veel meer sport- en speluitleen. Dus dan heb je het over de, ja, ik zeg altijd, vier op een rij XL tot het springkussen en de glijbanen.